wedstrijd in België, Lier Azov. Hier zal ik van start gaan met Maelstrom's Inspiration, Maelstrom's Paletto en Maelstrom's Lucifer. Ik heb er super veel zin in en ik ga jullie weer meenemen bij dit avontuur. Lucifer staat een 6-jarige, Inspiration 1,35 en mocht het goed voelen misschien een rondje 1,40. En Paletto zal beginnen op 1,20 en dan kijken we vanuit daar waar we naartoe gaan groeien. Dus ik heb er heel veel zin in en we gaan lekker de boel verkennen. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Allemaal. Inmiddels zijn wij aangekomen. We wandelen nu met de paarden en gaan op zoek naar de stallen in Lier. Oké, hier is onze hooivoorraad en hier is de zaagvoorraad. En deze stallen zijn echt zo mooi en zo lief. Ik zou het leuk dat alles kunnen zien wat we kunnen zien op onze paarden. Inmiddels zijn we helemaal geïnstalleerd. Hier staat Inspiration, Paletto, Lucifer. En nu is het tijd voor de keuring. Dus we gaan de paarden even een hoofdstel aangeven, een mooi deken. Zorgen dat de staartbandages eruit zijn. Dat ze mooi mee kunnen naar de keuring. En dan moeten we even goed gekeurd worden, zodat we officieel van start mogen. Op naar de keuring. You better grab that tambourine. Bring the bass. We zijn onderweg naar de keuring en hierachter gaan we straks trainen. We gaan nu de arena in om naar de keuring te gaan. Inmiddels is Paletto weer opgezadeld. Daar ga ik nu mee rijden. Jullie hebben niet zoveel van het rijden kunnen zien. Omdat ik helaas niemand heb die kan filmen en het een beetje donker is. Maar jullie gaan me nog genoeg zien rijden. Want ik kom met elk paard 3 keer in actie. Dus dat komt helemaal goed. Wij gaan nu lekker werken aan het dressuur. Een beetje basisoefeningen dat ze morgen goed aanstaan. Inmiddels stap ik weer terug. En is ook Paletto klaar. En het was heel fijn. Morgen heb ik nog een dag om met deze te trainen. En want ik hoef alleen morgen nog maar met Lucifer en Inspiration. En die zijn nu hier aan het keuren. Dus we gaan even spieken. Hey! Hallo Lucifer! Zo, Inspiration hebben we lekker getraind en hij is klaar voor morgen. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Lucifer en ik die komen net terug van de training. En deze puppy was een beetje kijkig. Dan merkte hij wel weer dat hij gewoon 6 is. En dan net iets meer ziet allemaal dan een Inspiration. Maar hij deed wel goed zijn best. Dus ik denk dat hij wel klaar is voor morgen. Hè? Weten we morgen pas hè, of hij er klaar voor was. Wordt goed. Zo. Ah, hoe is dat? Zo, doe maar je ook met binnen. Lucifer heeft inmiddels ontbijt gehad, is al gewassen. De andere paardjes hebben ook ontbijt gehad. En ik ben nu het parcours van Lucifer aan het verkennen. Want die zal gaan aftrappen in deze prachtige kerstarena. Het is echt niet normaal mooi. Ik vind het zo'n grote eer dat ik hier mag rijden. Good morning Lucifer. Lucifer krijgt een lichte warming-up van dit Equinix Tech deken. En wij gaan nu hem lekker opstalen, dat we naar de wedstrijd kunnen.
We're moving through the night like we're from a different star. Flying over streets and our broken hearts. But they can even do this with different things. We're moving through the Op de 36.35, goede tijd, snelste tijd, we staan op 400 snelheid van de echte Nederland, Nieuweling Jumping Up. De Netherlands, 26.35. En ik ben net uit Nick en echt, hij deed zo goed zijn best, dat is niet normaal. Hij deed echt super spinnen, ik moet zeggen, het was echt nog niet op zijn best gereden. We kunnen nog beter, gewoon een beetje dat net niet in de ritme kwam, maar ook omdat hij zo toch wel schok in ging. Hij vond het spannend. Het was echt kijkers, nee, daarvoor zijn ze 6. Maar wel super goede ervaring op dit moment. Ik denk dat het zeker echt niet slecht is. Dus ik ben super trots op hem. Maar het is ook een goed gevoel als je zo goed rondje rijdt, je nog beter kan. Het is niet normaal. Lucifer en ik komen dus net uit de ring. En ik heb dus even mijn ronde terug bekeken. Maar wow, dat paard is zo snel en springt zo goed. Ik was echt niet optimaal aan het rijden. Een klein beetje door de zenuwen. Ik voelde gewoon, ik heb zoveel nationaal met Lucifer goed gedaan. Nu ben je internationaal. En dan wil je ook gewoon laten zien dat je dan ook daadwerkelijk mee kan doen. En niet onderdoet, zeg maar. En daarom legde ik mezelf gewoon zoveel druk op. En dat had ik gewoon echt niet moeten doen. Maar ik heb gelukkig de afgelopen jaren wel leren omgaan met druk. En ik sta nog te shaken van de spanning. Maar Lucifer heeft me hier doorheen geholpen. En ik ben super trots en ik denk dat ik de komende 2 proeven wel met iets meer vertrouwen en rust erin kan. Want ook in deze ring laat Lucifer mij niet in de steek en flikt hij het gewoon. Hij staat op dit moment aan de leiding, internationaal aan de leiding. Het is echt insane. Maar er moeten nog heel veel groeien, want iedereen die hier meedoet, die gaat ervoor. Wel op zulke wedstrijden, dus ik ga nu de rest kijken en afwachten wat de uitslag gaat doen. Want ik heb nog nooit internationaal gewonnen. En dat is mijn allergrootste droom, dat dat ooit een keer gaat lukken. Vind je het leuk? Nog 3 combinaties om iets te doen. En de plan op zich zelf op onze zak of 3, dan zit ik alleen maar zo naast Sina. En. Zullen we eens op een hoogte? Ja, dat geloof ik. En ik zijn 2 geworden, de laatste week op onze wacht. Zo dichtbij. Dit is Nederland, dus die snelkanners Nederland met de Kralakeller Lucifer. De laatste spot had hier in het de Katharina van Loze Heide. En morgen mogen we weer. Super knap. Echt trots op je. Net die laatste. Maar dan gaan we gewoon morgen weer voor. En we zijn al trots dat we gewoon foutloos waren. Lies. Zo snel. Ik merk dat op zo'n wedstrijd wel heel veel goede namen meedoen. Heel veel landen. Dus het is best wel cool dat er een Nederlands vlaggetje tussen stond. Daar Inspiration en Caletto aan het stappen. En zijn we deze een beetje aan het laten bewegen. Want Inspiration moet straks om 2:30 in het 1:35. En dan zullen we de paardjes lekker eten. En ik ga nu even de andere klasses kijken. Mijn vlog editen. Want ja, ondertussen moet je natuurlijk ook gewoon andere dingen doen. Want we moeten nou wachten tot de volgende rubriek met Inspiration is. Lucifer zit ook lekker te eten. En nog aan het genieten van zijn mooie strik die hij heeft gewonnen. We zijn Inspiration aan het opzadelen. Ik heb zojuist het parcours verkend. Het is best wel een flink parcours. Maar het is wel een lijnen die ik zou kunnen. Dus ik moet gewoon scherp zijn, goed rijden. En Inspiration erin meedelen. Okay.
Dan hebben we Christy die stepbaks. Oftewel, mijn held komt net de ring uit en oh, hij deed het echt, echt super knap. Ik was dus iets aan het vertellen, inspiration vond even iets spannend, dus ik moest heel even wachten. Maar hij sprong dus zo, zo goed en we hadden één balk, dat was echt heel erg jammer. Maar ja, dat kwam gewoon een beetje omdat ik hem net iets te open reed en dat mag gewoon niet op inspiration. Ik kwam niet eens slecht, maar gewoon net niet goed genoeg. En die fout kwam dus wel een beetje door mijn eigen rijden. Maar goed, ik ben gewoon super trots op hem en de eerste 1.35 hebben we overleefd. Nog twee te gaan. Het is echt alweer echt een anderhalve maand geleden dat ik het zo hoog had gesprongen met inspiration. Natuurlijk wel getraind, maar dan merk je dat je parcours hebt dat je echt weer denkt, oh, als het maar weer goed gaat. Maar met inspiration hoef je niet bang te zijn, dus gewoon been geven en hij gaat af. Wat een machine, hè? Vind je het lekker? Oh, hij tuft het uit. Kijk, Lucifer, die lijkt op jou. Net zo wit als jou. Net zo wit als jou. Dit is van mij. Dit is van mij. Inmiddels ben ik omgekleed en ga ik nu met Colette trainen. Want die zal morgenavond de 1.20 proef lopen. Dus wij gaan nu even trainen. Oké, dit is dus de buitenpiste. En hier zo vindt als het outdoor leer is de wedstrijd plaats. Maar nu ga ik hier letten trainen. En dit is wel een luxe trainingsomgeving hoor. Goh, dat is wel anders dan bij ons thuis, denk ik, Colette. Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange. Don't even know your name. Inmiddels hebben wij een pauze en een goede burger gehaald. Hey, was jij aan het slapen? Oh, groot gelijk hoor. Zoveel indrukken voor zo'n jong paard. En nu gaan we lekker stappen met ze. Lekker wandelen. Dus nog even lekker de benen kunnen strekken. En dan ga ik richting bed. En jij gaat weer bij me slapen. Toch, Lisper? Geen feestje bouwen hier. En ben ik lekker de vlog aan het editen. En kijk eens waar de stagiaires wel niet goed voor zijn. Lekkere nachos. Top gedaan. Heerlijk. We gaan smullen. Dat ben ik op stal en is het avond. Dat betekent dat we vaak avond krijgen. Lucifer heeft er al zin in. Hij staat al te wachten. Lekker hooi. Oh. Ik vind het altijd heel belangrijk dat de paarden op wedstrijd goed eten. Want ja, het is toch altijd een beetje toch anders dat ze nou in één keer niet... thuis slapen, dat is de tweede keer pas voor Lucifer, maar de eerste keer pas voor Coletto, dus die zijn dat nog helemaal niet gewend. Maar ze doen het hartstikke goed en ik ben best trots op ze. Morgen hebben we echt een spannende dag, want we hebben besloten dat we morgen 1.40 gaan rijden. Dat is dus nog 5 centimeter hoger dan het 1.35, dus we moeten morgen echt aan de bak. Maar ja, ik heb ook zoiets van, ik heb gewoon niks te verliezen. Ik heb inspiration bij om zelf te ontwikkelen op het hogere niveau. Dus wij gaan nog 1.35 als we gewoon het gevoel hebben dat we echt wel
ja, gewoon eens een keer 1,40 kunnen proberen. Dus we gaan onze grenzen verleggen deze wedstrijd weer, hè? Iets beleefd. Goedemorgen, ik ben op dit moment in de 6-jarige rubriek. Ik ben het parcours aan het lopen voor Lucifer en het is direct op tijd. Dat betekent dat je van seconde 1 moet aanstaan. En ja, er staan nu nog op 5-jarige hoogte, want die moeten ook tegen ons. En wij als 6-jarige paarden moeten nog eens hoger. En ja, het staat wel gewoon allemaal goed vierkant en alles staat erin. Dus ik zou aan de bak moeten. Het is niet makkelijk deze. Like we've done before we even started. So if this is it now, baby, know that gave it my all. I will fight for us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. En ze zien ook voor jullie met de Lucifer in het land. Terrorist Leaks, de vangers. Dat is onderbatten. Volgens mij hebben we 7 wedstrijden met een 7-lukker van Lucifer. Net als gisteren op de tweede plek. Voor het Nederland second on the leaderboard. Kleedje. Lucifer, we komen weer uit de ring. En Lucifer did it again. What a great horse. Hij is zo goed. En ik werd de ring en was eigenlijk gewoon niet tevreden. En dat klinkt heel gek, want ik reed hartstikke hard. En was hartstikke foutloos. Maar voor mijn gevoel kon het gewoon nog sneller. En liet ik het bij 2 is ze echt liggen. En ja, iedereen gaat er vol voor. Dus een paar hebben het niet laten liggen. En die staan al voor je. Dus daar baal ik gewoon een beetje van. Maar ja, Lucifer deed het wel echt super goed. En hij was echt in vorm om te winnen. Dus ik ben super trots op hem. En ja, volgende, we hebben nog 1 kans morgen. Dus dan hoop ik weer alles eruit te kunnen halen. Dan is het eigenlijk de finale. En vorig jaar heb ik toen gevallen in de finale. Dus het is dit jaar tijd voor revanche. En we gaan kijken hoe Lucifer het dan doet. Maar voor nu mag hij genieten van zijn goede rondje. Want hij deed super. Ik ben de eerste dame, hè. Dus geniet ervan. Oké, guys, de strik heb ik opgehangen in de vrachtwagen. Ik ben nu weer omgekleed en ik ga nu Calette trainen. Dan ga ik om 2:30 de 1:40 met Inspiration rijden. En dan vanavond nog met Calette de proef. Dus ik ga hem nu even trainen. En ik merk wel, het is gewoon ja, 4 keer vandaag best wel veel rijden. Van de andere kant, ik ben ook zo dankbaar dat ik de kansen krijg om hier gewoon met 3 paarden van start te gaan. En mezelf zo te ontwikkelen. Je moet je er zelf keihard verwerken en alles verlaten en geven. Maar ik denk wel dat ik wel heel dankbaar mag zijn dat ik de kans krijg. En dat ik op dit moment ook wel de kans grijp. Want ik heb mezelf toch al wel met Lucifer goed bewezen en ik hoop dat ik dat met de andere paardjes ook nog kan gaan doen. Op dit moment stap ik op de, ja, wat is het eigenlijk? Grote ronde baan. Hier zou je ook kunnen galopperen. Om de paddock zit hier een hele grote baan en daar kan je lekker stappen met de paarden of galopperen. Het is echt wel super, super luxe. Zelfs bij eventing hebben ze soms geen galoppeerbaan en dan hebben ze bij zo'n springwedstrijd het wel. Echt wel heel mooi, hè? Oké. En dan moet je alleen, ja, dat is super zo. Ja, dat... Christy, wat ben je aan het doen? Ik ben de bestelling aan het inpakken via de FaceTime met papa. Echt een strijder, mijn papa. Ja, die ligt in de ringenbak. En dan de gouden. I don't know who you are. I don't know what you've been through. Why you got scars. Since you walked through the door. I've been trying to reach you. Cause I feel you. What's the story to tell? What's the story?
trying to climb. Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. Inmiddels zijn we helemaal klaar voor het 1.40. En ja, we hebben een goede spanning, maar dat is gezond. Dus ik ben weer als in. Ik weet niet, ja. We zijn er denk ik wel klaar voor. Toch in de stress. We can write our own ending this time. I wanna say no, but I cannot lie. I'm so curious about your life, but you're a stranger trying to hide. What I see is not you, don't deny. I wanna see the rest of you tonight. Seven of you and only one is for real. You spin me around and you make believe. Dus die is dat van 8 minuten, de samenvraag van Wilde van Nederland. Dan wordt in de tijd van 39 seconden 92. Op een stuk 3 wordt onder de berekening van de Dwayne Wonders Wilde van Nederland. Wow, wow, wow. Inspiration en ik komen net uit het 1.40 en het was echt insane hoog. Het was echt niet normaal. En ondanks dat ik mega zenuwachtig van tevoren was, dat mogen jullie best weten, was ik daarna in de ring gewoon echt, had ik gewoon helemaal mijn plan en dan was ik alle zenuwen weg. En dat vind ik zo, ja, ben ik toch wel stiekem zo blij mee dat ik dat zo kan uitzetten dan mijn zenuwen en dat ik gewoon kon rijden. En ik had 3 balkjes en ik weet, sommigen zullen zeggen, nou 1.40, 3 balkjes, dat is echt nog niet goed. Maar dit is echt een van de eerste keren nog maar dat ik deze hoogte spring. En we zijn gewoon mooi naar de finish gereden. Ik heb geen gekke afstanden gereden. Maar het moet gewoon allemaal nog net iets beter kloppen. En op zo'n hoogte, als het dan net niet perfect is, dan valt een balk. Dus ik weet precies waar ik het verkeerd heb gedaan. Ik denk dat 2 balken echt mijn fout waren. Die ene die had hij zelf ook wel kunnen redden. Maar goed, 2 balken waren echt zeker mijn fout. Dus ik weet gewoon dat ik in ieder geval nog hard kan doortrainen om beter te worden. En ik denk als ik deze echt ga kennen, dat ik echt kan lezen en schrijven met hem, dat we makkelijk deze hoogte aan kunnen. Ben je trots op jezelf? Wauw, wat sprong je hoog, hè? Ja, ik spreek nu even een wortel, want het is echt wel mijn helft. Ik zag een paar sprongen en op het einde ging het echt veel beter. In het begin merkte ik gewoon nog dat hij dan net een keer weggeschoten, dat ik een keer te groot reed. Ja, dat gaat gewoon niet, maar ik ben wel echt blij dat ik het toch heb gedaan, want dit heb ik wel gewoon weer overwonnen. En ja, soms is het ook wel eens goed om niet voor de winst te gaan, maar voor je ervaring. En dat hebben wij wel gedaan, hè? Inmiddels zijn wij even lekker aan het wandelen met de paarden. En ik heb aan Inspiration 1 belofte gemaakt. Als hij goed zijn best zou doen in het 1.40, mocht hij een beetje gras eten. Want bij ons gaan ze altijd superveel buiten. En nu op wedstrijd kan dat natuurlijk even niet. 4 dagen. Dus ik zie hier een heel klein beetje gras. En als hij wil, mag hij een hapje nemen. Want dat heb ik hem beloofd. Hij denkt, ik durf dit niet. Durf je dat? Wil je? Oh. En misschien vraag je af waarom Colette altijd een band aan heeft. Dat is als paarden doen luchtzuigen, dat is heel slecht voor ze. En daarvoor hebben ze deze band, dus die heeft Colette op stal altijd aan. Ja. Hij kijkt echt zo. Inmiddels zitten wij naar de ranking klas 1.45 te kijken en dat is nog wel een niveautje hoger. Inmiddels
inmiddels hebben wij ons eten gekregen. Kijk eens hoe lekker. En wij hebben echt fantastisch uitzicht. Dit is wel echt heel lekker. Oh, dan gaan we smullen dat we vanavond nog een keer met Galetto kunnen knallen. Dus even goede boven leggen. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Vervolgens dan nummer 32, namelijk Nederland, nummer 33 van de stad Nesbitt in Caletto. Gewoon komt het onder het ski, namelijk Christy Stefanis. Caletto en ik komen net uit de ring en voor haar eerste internationale debuut in zo'n grote arena. Ze troonde echt formidabel, het paard is echt niet normaal. Maar het was niet zo makkelijk te rijden, dat blijft Cornet op Lenski toch een beetje. Ik heb daar echt wel moeite mee. Maar ja, we moeten gewoon nog elkaar beter leren kennen, maar springen. Oh, niet normaal, echt zo hoog. Wow. Ik kon één keer bijna niet blijven zitten, maar we zijn foutloos en goed genoeg voor nu. Zoals ik kijk. Je sprong niet normaal, hè? Zo goed. Inmiddels zijn we weer lekker op stal. Hebben alle stalletjes zijn aan het doen en alle paardjes hooi geven. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om deze wedstrijd een beetje backstage mee te kijken. En natuurlijk om te kijken hoe de paarden het deden en hoe ze zich ontwikkelen. Hè? Dat is wel super goed. En we hebben dus weer een strikker bij. Dat hebben we nu 3 strikken, dus dat gaat wel de goede kant op. Ik ben super trots op ze. En ik ben heel benieuwd hoe Lucifer morgen de finale gaat doen. Inspiration het 1.35 en Galet nog 2 rondjes te goed. Maar hoe dat afloopt, zien jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!